Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Eerste episode, Te jong om te sterven. Om je de waarheid te zeggen, Ina, ik ben eigenlijk helemaal niet zo dol op dit restaurant. Jij? Ik vind dat kleine intieme zaakje waar we anders komen weer gezellig, hè? Paul, je drinkt weer veel te veel koffie. Ja, dat is bij mij altijd een teken dat ik te hard geraakt heb. Maar ben je nou klaar met dit boek? Ja, ik heb het gisteravond laat afgemaakt. En? Tevreden? Heb je van mij ooit gehoord dat ik tevreden was met wat ik geschreven had? Wat zou je ervan zeggen, Ina, als we er eens een tijdje tussenuit gingen? Vakantie? Zwitserland. Ja, waarheen je wilt. Ik zal er eens over nadenken. Ja. Ja, en je volgende zin ken ik ook al, hoor. Als we naar Zwitserland gaan, liefje, zal ik een heleboel nieuwe kleren nodig hebben. Ja, dat is nog waar ook. Paul, niet direct omkijken, maar die meneer daar die daar staat naast die tafel met al dat servies goed. Die man staat steeds onze kant uit te kijken. Ja, ik heb hem al gezien in de spiegel. Dat is ene meneer Morris Lonsdale, een geldman. Hij heeft vrij veel belangen in West End. Ik geloof dat deze zaak ook van hem is. Ken je hem? Ja, alleen van gezicht. Morris Lonsdale? Ik meen zijn naam eens gelezen te hebben, ik kan. Ach ja, in de roddelrubriek. Dat is niet onmogelijk. Nou, ik moet zeggen, hij ziet er wel uit naar een geldmannetje. Vooral die rode anjer in zijn knoopsgat. Oké, dus, hij gaat weg. Ja. Hij heeft natuurlijk al die lelijke woorden gehoord die je over hem gezegd hebt. Oh, doe nou. Dat kan hij toch niet gehoord hebben? Nee, ik maak maar een grapje, hoor. Zeg maar, om op Zwitserland terug te komen. Hm? Wanneer wou je gaan? Nou, wanneer jij maar wilt. Dus kijk, we zouden vrijdag weg kunnen. Nee, dat is vrij kort. Je moet nog een hotel bespreken en ik moet toch alles regelen met Charlie en ja, zo. Pardon, meneer. Meneer Lonsdale vroeg me u dit briefje te geven. Ja, merci. Oh ja, ik wou graag een rekening over. Ja. Wat is dat, Paul? Hij vraagt me even in zijn kantoor te komen. Waar kan dat voor zijn? Ja, ik zou het je echt niet kunnen zeggen. Neemt u plaats. Dit is een gemakkelijke stoel, mevrouw Vlaanderen. Bedankt u. Zo, daar zitten we dan. En wat mag ik u aanbieden? Voor mij niets, dank u. Meneer Vlaanderen? Nou, een cognacje graag. Mooi, ik doe met u mee. Ik hoop dat u mij niet kwalijk zult nemen dat ik u zo stond aan te staren daar straks. Maar ik kon mijn ogen bijna niet geloven. We zijn hier al meer geweest. Ja, natuurlijk. Ik bedoel alleen dat het zo'n merkwaardige samenloop van omstandigheden was. Ik heb vanmorgen 2 maal in dubio gestaan om u op te bellen. Ik had het plan om iets met u te bespreken, maar op het laatste moment veranderde ik van gedachten. Waar wou je me over spreken, meneer Lonsdale? Het betreft mijn zuster Margaret. Mm-hmm. Margaret Milbourne. U moet haar gekend hebben. Ze is vroeger actrice geweest. Ze speelde onder de naam Margaret Beverly. Ach, ja. Ongeveer 6 jaar geleden trouwde ze met Carl Milbourne, de uitgever. Carl Milbourne? Ja. Maar 2 weken geleden is hij toch omgekomen bij een auto-ongeluk, niet? Dat was hij toch? Ja. Hebt u Carl gekend? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet, maar bepaald kennen, nee, dat niet. Och, ik ben auteur en dan ken je de meeste uitgevers wel. Hè? Natuurlijk. Waar is dat ongeluk ook weer gebeurd, meneer Lonsdale? In Genève, Zwitserland. Ja. Een ellendige geschiedenis. Margaret de Stakker is totaal van streek sinds het gebeurde. De laatste 2 weken zijn een hel voor haar geweest. Het zal een hele schok voor haar zijn. Was zij erbij toen het gebeurde? Nee, hij was in Zwitserland voor zaken. Op een middag is hij door een auto gegrepen toen hij de weg overstak. Oh. Ik ben toen met Margaret naar Genève gegaan om het lichaam te identificeren. Ik moet u zeggen, het was een hele beproeving. Karel zag er vreselijk uit. Zijn gezicht totaal onherkenbaar. Ja, het zal voor u allebei wel een beproeving geweest zijn, denk ik. Margaret is altijd een nogal, ja, hoe zal ik het zeggen, een fijn besnaard vrouwtje geweest. En ik vrees dat dit haar daarom wel heel erg heeft aangepakt. Enfin, dit is dan de reden waarom ik u wil opbellen, meneer Vlaanderen. Zo. Ja, de kwestie is namelijk dat zij
Nou ja, dat zij het in haar hoofd heeft gehaald dat Karel niet dood is. Ja, maar u was toch overtuigd? U heeft het lichaam toch gezien? Ja, natuurlijk. Ik heb u gezegd dat het gezicht vrijwel onherkenbaar was. Maar voor het overige ben ik er zeker van dat het Karel was. Behalve andere dingen herkende ik hem direct al aan het kostuum wat hij droeg. Maar hoe kwam uw zuster er dan bij dat het haar man niet was? Nou, bijvoorbeeld, ze is naar een helderziende gegaan. Een vrij bekend iemand naar ik hoor. Margaret vroeg haar te proberen met Karel in contact te komen, maar dat lukte niet. En dat stijfde haar in de mening dat haar man nog in leven was. Ja, het is belachelijk, dat weet ik. Maar u weet hoe vrouwen zijn als ze zich eenmaal iets in haar hoofd hebben gehaald. Ja, en dan is er nog iets. Margaret trekt het zich ook erg aan dat ze ergens over gekibbeld hebben, even voor hij naar Genève vertrok. Kan haar dokter haar niet helpen? Ach ja, die heeft er wat kalmeringsmiddeltjes voor geschreven die ze overigens weigerde in te nemen. Kort en goed, mijn zuster is zo totaal overstuurd door die obsessie van haar dat ze nu van plan is u te consulteren, meneer Vlaanderen. Maar waarom juist mij? Kunt u dat niet raden? Ze wil u vragen een onderzoek in te stellen naar een man. Zo, ja. U moet haar maar rustig laten praten, luisteren naar alles wat ze zegt. Maar voor haar eigen bestwil neemt u niet alles dus serieus op. De arme schat is zichzelf niet meer deze dagen. Maar dat is toch niet te verwonderen, meneer Lonsdale? U weet nou eenmaal hoe vrouwen zijn. Meestal nemen wij de dingen direct veel ernstiger op dan mannen. Ja, natuurlijk. Daar hebt u wel gelijk in, mevrouw Vlaanderen. Nee, ik kan wel niet zeggen dat ik bepaald dol ben op die meneer Morris Lonsdale. Kom nou, ik dacht al dat is liefde op het eerste gezicht. Hè? En jij, mocht jij hem doen? U weet hoe vrouwen zijn, mevrouw Vlaanderen? Ja, zeker weet ik hoe vrouwen zijn. In ieder geval een heleboel intelligenter dan meneer Lonsdale als je het mij vraagt. Kom, Ina, we waren de rest nog maar voor later, hè? Zeg, moeten we nou nog ver? Ik dacht dat je de wagen om de hoek geparkeerd had. Ja, dat is ook zo. Dat nou ik. Ik heb hem hier toch neergezet. Hier. Tegenover die brievenbus. Nou, daar staat hij dus niet meer. Ja, wat zullen we nou hebben? Vervelend is dat ik weer drijf, nat. Ja, daar begrijp ik niets van. Ik kan er een eet op doen dat ik hem hier voor die brievenbus heb neergezet. Heb je hem afgesloten? Ja, natuurlijk heb ik dat. Ja, we kunnen hier niet blijven staan. Er zit niks anders op dan dat ik de politie opbel. Nou ja, kom hier, we gaan terug naar dat restaurant. Ik bel daar dan op en dan bel ik meteen een taxi. Goed, ja. Mijn hemel, het giet gewoon. Ja, maak je borst maar nat voor de kranten morgenochtend. Slijk even een figuur. Wagen van Paul Vlaanderen gestolen. Privé detective belt Scotland Yard op om hulp. Ik zie het al, wat een toestand. Voor mekaar, Den. Voor de bakker. Heet de nummerplaten? Ja, hier. Vooruit dan, schiet op. Verwissel ze even. Ik kijk wel uit. Ik drijf gewoon. We kunnen ze toch in Sint Elbens wel even omzetten. Het duurt wel een paar uur voordat de smeren ze er lucht van krijgen. Ja, vooruit, goeie dan. Kom op. Best karretje heb je daar gepikt, Den, wat ik je zeg. Als een vogeltje zo licht. Heb je papieren gevonden? Nee, niks. Overal gekeken. Geen idee van wie die is? Nee, ik heb hem gepikt in een van die zijstraten van Knightsbridge. Als Pet hem even een likkie verf geeft, is er geen hond meer die hem terugkent. En die meer dan 5000 heeft hij gelopen. Kijk maar op de meter. Zo goed als nieuw. En nog beter, zeg ik je. Ingereden wel. Wat een rot weer, hè? De glimmerikken zetten geen poot buiten de deur als ze niet hoeven. Hoe lang moeten we nog tot Bert's tent? Minuut of 40. Voelt er niks voor om er nou de spat in te zetten. Is ook niet nodig, man. Geen risico's. Wat moet die wagen achter ons?
We zitten de laatste paar kilometer al aan onze start. Ja, ik heb hem in de gaten, hè? In de spiegel. Toch geen politie? Weet ik veel. Ik zal eens een beetje vaart verminderen. Nou gaan zij ook langzamer. Ik kan het moeilijk zien door de koplampen. Maar ik geloof niet dat het smeren ze zijn. We komen nou op de tweebaans weg. Ik zal ze een seintje geven. En we hadden toch beter die nummerplaten kunnen verwisselen. Ah. Ze geven gas, Den. Wat wil die vent nou? Ach, het zit al goed. Geen politie. Ga een beetje naar de kant. Nou, komen ze daar nog? Ze hebben het zijportier opengemaakt. Wat duivel zijn ze nou toch van... Kijk uit, Den! Hij heeft een blaffer! Wat? Een blaffer! Ina? Ja, liefje. Zou je even die krant neer willen leggen en me een kop koffie in willen schenken? Spijt me, Paul. Er is geen koffie meer in huis. Huh? Charlie gezegd thee te zetten. Goed, dan thee. En als het kan, een klein beetje medeleven. Medeleven? Ja. Ik weet niet of je het je herinnert, maar de wagen is gisteravond gestolen. Ja? Ja, wat is dat, Charlie? Er staat een inspecteur van politie in de gang, meneer. Inspecteur Lloyd, zei hij, geloof ik. Ja, dat zou wel over de wagen gaan. Laat hem hier maar binnen, Charlie. Goed, meneer. En Charlie, ik wil niet te veel van je verstand vergen, maar je moet je toch wel van tijd tot tijd proberen te herinneren dat ik liever koffie heb bij mijn ontbijt. Oh, spijt me, meneer. Ik vlieg direct even de hoek om als de winkels open zijn. Ja, mooi. En vraag de inspecteur of hij binnen wil komen. Liefje, het is helemaal niet nodig om zo onaardig te doen tegen Charlie. Hij heeft heus de wagen niet gestolen. Nee, en koffie heeft hij ook niet gezet. Die slangers, ja. Gaat u iemand naar binnen, meneer? Dank je. Morgen, meneer Vlaanderen. Goedemorgen, inspecteur. U kent mijn vrouw nog niet? Ina, dit is inspecteur Lloyd. Morgen, mevrouw. Morgen, inspecteur. Ik kom maar even bij u oplopen om u te zeggen dat we de wagen gevonden hebben. Ach. Wat? Werkelijk? Sapristi, dat noem ik knap werk. Ja. Ik ben alleen bang dat hij niet in al te beste conditie is. Het is lelijk aangekomen. Waar hebt u hem gevonden, inspecteur? Hij lag in een greppel. Even voor Sint Albans. Huh? Het is een totolos, zo te zeggen. Mm. Een wrak. U kunt hem wel afschrijven. Zo, zo. Dat is lelijk, hè? En... Enig spoor van de dief? Een spoor? Ja? Kan ik wel zeggen, ja. Hij zat nog achter het stuur. Wat? Zo? Ja, met 2 kogels in zijn hoofd. Oh, nee. Zo. En een bekende van jullie? Jawel. Een auteur-autodief. Dan Roberts heette die. We vonden ook nog een paar valse nummerplaten achter in de wagen. Ik durf er wat onder te verwedden dat hij van plan was om hem te verkwanselen... zodra hij in Sint Albans was gearriveerd. En natuurlijk geen idee wie er op hem geschoten kan hebben, hè? Nee. We geloven wel dat er nog iemand in de wagen gezeten heeft. Een hij of een zij, dat weten we niet. Maar verder geen spoor. Ja. Die Roberts kan natuurlijk ruzie gehad hebben met zijn kameraad, maar ja, dat hij dan op de bestuurder geschoten zou kunnen hebben, dat lijkt me toch niet waarschijnlijk. Hè? Nee. Het blijft allemaal voorlopig nog een probleem. Sir Graham wou je alleen maar even laten weten dat we achter de zaak aanzitten. Ja. Nou, maar bedankt dan voor zover. En, ja, wat gaat er nou met de wagen gebeuren? Ze hebben hem naar de Pentagon garage gesleept in Cumberland Street. Ze zullen nu wel opbellen. Nou, als u niks meer hebt, meneer Vlaanderen. Ik heb nog zo wel het een en ander te doen vanmorgen. Ja, natuurlijk. Ik laat u even uit. Morgen, mevrouw. Inspecteur. Vertel eens, inspecteur. Die man, Roberts. Dan Roberts, zei. Ja? Zouden ze die voor mij aangezien kunnen hebben? Nou... Veel heeft hij niet van u weg. Maar ja, het was erg donker gisteravond. Ik zou zeggen, mogelijk is het wel. Ja. Nou, ik dank u, inspecteur. Zo, nou, ik hoorde wel van u dat u wat meer weet, ja? Natuurlijk, dat spreekt.
je thee is helemaal koud geworden. Zal ik je nog een ander kopje geven? Ja, graag, ja. Ik heb zo'n idee dat de inspecteur niet op de gedachte is gekomen dat wie er dan ook geschoten mocht hebben, in de veronderstelling was dat hij op jou schoten. Wat? Nou, kom je daar zo op? Nou, zeg het maar eerlijk. Jij hebt er ook aan gedacht. Je moet net zo goed op dat idee gekomen zijn. Oh nee, geen haar op mijn hoofd. Oh, Paul, het was jouw wagen. Het was stikdonker buiten. De nummerplaten waren niet verwisseld. Het ligt dus voor de hand dat de persoon die de wagen volgde in de veronderstelling verkeerde dat jij achter het stuur zat. Dat is helemaal niet noodzakelijk. Bovendien, hoe kun je weten dat de schoten toch niet vanuit een andere auto zijn gelost? Ja? Ja, Charlie? Wat nou, ja? Een zekere mevrouw Milburn, meneer. De dame schijnt me nogal overstuur te zijn. Ik heb hem maar in de studeerkamer gelaten. Ja, dat is goed, ja. Zeg haar dat ik over een minuutje bij haar ben. Het geeft allemaal niets, meneer Vlaanderen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat die dode man die we die ochtend gezien hebben, Karel niet geweest kan zijn. Dat was mijn man niet. Waarom had u dat toen niet direct gezegd, mevrouw Milburn? Ik was zo ontzettend overstuur. Ik was mezelf niet meer. Maar uw broer heeft het lichaam toch geïdentificeerd? Jawel, dat weet ik. Maar hij was ook overspannen toen. Hebt u Morris dan gesproken? Ja, mijn vrouw en ik hebben gisteravond gedineerd in dat Franse eethuisje van hem, Lascal. Uw broer vroeg ons toen om bij hem op zijn kantoor nog iets te komen drinken. En wat zei hij? Over mij bedoel ik? Hij zei dat u nog steeds heel erg overstuur was en dat u maar niet wilde inzien dat uw man inderdaad overleden was. Is dat alles wat hij gezegd heeft? Dat is wel zo wat alles, ja. Ik heb uw man eenmaal ontmoet, geloof ik. En dat is, eens kijken, ja, dat is toch heel wat jaren geleden. Ik geloof niet dat hij toen al getrouwd was, hè? We zijn ongeveer 6 jaar geleden getrouwd. Zo. Heeft u kinderen? Nee, jammer genoeg niet. Vertelt u eens, wat had uw man te doen in Genève? Hij moest er zijn voor zaken. Hij hoopte daar Julia Carrington te ontmoeten. Ach, Julia Carrington, de filmster uit Hollywood. Woont die daar? Ja, 4 jaar geleden is ze in Zwitserland gaan wonen. Ze scheen haar film maar aangegeven te hebben. En Karel had gehoord dat ze bezig was haar memoires te schrijven. Hij stelde een bijzondere prijs op te weten of dat waar was. Ja, dat begrijp ik. Een autobiografie van Julia Carrington zou een stunt zijn voor iedere uitgever. Dat zei Karel ook. Hij heeft wel een goede agent in Zwitserland, maar hij vond het toch beter die vrouw zelf te gaan opzoeken. Ik weet niet waarom, meneer Vlaanderen, maar ik had nou eenmaal een vreemd idee over Karel en Julia Carrington. Mevrouw Milburn, ik twijfel er niet aan of u gelooft werkelijk dat uw man niet overleden is, maar is dat nou zomaar een ingeving nee, van nee, u? Nee, nee, het is zeker niet zomaar een ingeving, mevrouw Vlaanderen. Het is meer dan dat. Het is veel meer. Bedoelt u dat u er een bewijs voor heeft dat uw man nog in leven is? Ja, ik heb een bewijs. En dat is de reden waarom ik nu hier ben. Zo, ja. Nou, vertel me dat dan maar eens, mevrouw. Toen ik na dat ongeluk uit Zwitserland hier weer terugkwam, lag er thuis een pakje voor me, geadresseerd aan Karel. En het kwam uit een winkel in Sint Moritz. Er zat een hoed in. Een herenhoed. Een hoed van Karel die hij droeg toen hij naar Genève vertrok. Ja, Karel had een zwak voor hoeden. Ik wist toen onmiddellijk wat er gebeurd was. Hij had een bezoek gebracht aan Sint Moritz, kocht daar een hoed en had in die winkel gevraagd zijn oude hoed op te sturen naar zijn huis, hier. Ja, maar dat was dan blijkbaar voordat het ongeluk gebeurde. Daar kom ik direct aan, meneer Vlaanderen. Ja, u begrijpt wel dat ik aan die hoed niets had. Het was een betrekkelijk oude hoed, dus ik gaf hem aan onze tuinman. Eergisteren kwam die man bij me en vertelde me dat hij een stukje papier in de binnenrand van de hoed gevonden had. Hier is het, meneer Vlaanderen. Ja. Ja, gaat u verder, mevrouw. U ziet het handschrift en de datum op dat stukje papier. Ja, dat zie ik, ja. De datum... 6 januari. Dit briefje is geschreven 2 dagen na het ongeluk. En het is geschreven door mijn man. Bent u er zeker van dat dit handschrift van uw man is? Absoluut zeker. Wat staat er op dat briefje, pa? Ja. Maak je vooral niet ongerust. Heb Randolph ontmoet en alles komt in orde. Bericht je later. Dat kan uw man inderdaad onmogelijk na het ongeluk geschreven hebben, mevrouw. Nee, natuurlijk niet. Als u gelooft dat mijn man erbij betrokken was. Maar dat zei ik u toch al. Ik geloof niet dat mijn man gedood werd. Ja, maar wie was dat dan? Dat weet ik niet.
Mevrouw Milbourne, laten we aannemen dat uw man dit geschreven heeft. Zegt die naam Randolph u dan iets? Hebt u ooit gehoord van iemand die Randolph heet? Nee, dat heb ik niet. Ik begrijp hoegenaamd niet wat hij bedoeld kan hebben met... heb Randolph ontmoet en alles komt in orde. Heeft u uw broer van dit briefje verteld? Ik was eerst van plan om hem te vertellen, maar toen ineens ben ik van gedachten veranderd. Waarom? Ach, als ik begin met hem iets te vertellen, dan altijd... Ach, dat geeft toch allemaal niets, meneer Vlaanderen. Hij denkt nou eenmaal dat ik door de schok mijn verstand verloren heb. Oh, maar dat zou ik zeker niet zeggen, mevrouw. Oh, maar hij wel. U kent Morris niet zoals ik hem ken. Zo, ja. Maar ja, wat wilt u nou dat ik zal doen, mevrouw? Ik zou graag willen dat u en uw vrouw met mij meegingen naar Zwitserland. Ik wil dat u zult proberen te bewijzen dat het absoluut zeker is... dat het mijn man was die de hoed naar Londen heeft laten sturen... 2 dagen na het ongeluk. En ook, ik zou graag willen weten wat Karel in St. Moritz te zoeken had. Hij heeft mij nooit iets van gezegd dat hij daarheen zou gaan. Misschien dacht hij die Julia Carrington daar te vinden. Ja, ik heb een artikel over haar gelezen in een tijdschrift. Ze woont in Genève, maar ze heeft ook nog een villa in St. Moritz. Mijn broer heeft met haar gesproken in Genève toen we daar waren. Ze zei toen dat ze Karel nooit gezien had. Hey. Het schijnt dat haar secretaris een kort onderhoud met hem heeft gehad. Maar dat was alles. Juist. En mevrouw Milbourne, hebt u er bezwaar tegen dat ik u een privévraag stel? Oh, vraagt me alstublieft alles wat u weten wilt, meneer Vlaanderen. Hebben u en uw man moeilijkheden gehad voor hij naar Genève vertrok? Hoe weet u dat? Heeft Morris u dat verteld? Hij heeft erop gezinspeeld, ja. Oh, maar dat moet u helemaal niet verkeerd begrijpen. Karel en ik hadden heel weinig oneenigheid samen. Er was alleen één ding waar we wel eens kwestie over hadden. Karel had nogal eens voorgevoelens, vooral wat betreft zijn dood. Hij nam dan eens vaststand aan dat hij eerder zou gaan dan ik. En, nou ja, hij wilde daar dan graag lang over uitweiden. Ik vond het onderwerp bijzonder onaangenaam en ik zei hem dan altijd... hou er toch over op, Karel. Je bent te jong om te sterven. En sprak hij ook over dat voorgevoel voor hij naar Genève vertrok? Ja, inderdaad. Maar de volgende morgen was het allemaal weer vergeten. Alles was heel prettig toen en ik bracht hem zelf naar het vliegveld. Yes, ja. Ja, nou, ik moet nu alles wat u mij hebt verteld eens rustig overdenken, mevrouw. Waar kan ik u bereiken? Hier heeft u mijn kaartje. Op dit nummer kunt u me altijd bereiken. Dank u. Ik ben u erg dankbaar dat u naar mij heeft willen luisteren, meneer Vlaanderen. Ik hoop zo dat u me kunt helpen. We zullen zien, mevrouw. Ik laat u even uit. Graag, dank u. Tot ziens dan, meneer Vlaanderen. Mevrouw. Ja, met Vlaanderen. Goedemorgen, meneer Vlaanderen. Hier met de Pentagon Garage, Cumberland Street. Oh, goedemorgen. We hebben uw wagen hier. Ja, vertel eens. Hoe ziet hij eruit? Nou, meneer. Ik denk wel dat u hem nog zal terugkennen. Ja, met een beetje goede wil dan. Wanneer kunt u hem eens even komen bekijken? Nou, eens kijken in de loop van de ochtend, denk ik wel. Ja, om 11:30 ongeveer. Akkoord. Vraagt u maar naar Watford. Dat zal ik doen. Bedankt voor het telefoontje. Wie was dat? De garage over de wagen. Is mevrouw Milbourne weg? Mm-hmm. Stakker. Ze is het erg te kwaad. Wat vind jij van dat briefje, Paul? Ik had zo'n idee dat het een foefje van haar was... om jou sterker voor de zaak te interesseren. Ja, ik heb daar ook wel even aan gedacht, ja. En? Gaan we naar Zwitserland? Ik weet het nog niet. Er zijn 1 of 2 dingen die nog niet helemaal kloppen. Zoals? In de eerste plaats, als dat briefje door Karel Milbourne geschreven werd... Mm-hmm. Waarom, vraag ik me af, heeft hij niet dood eenvoudig? Ja, wacht maar, nee, wacht maar, ik neem die telefoon wel even. Hallo? Spreek ik met Paul Vlaanderen? Hé, die stem ken ik. Natuurlijk, Sophie. Je spreekt met Dolly Brazer. Mijn hemel, Dolly, maar dat is een tijd geleden. Hoe is het met jou? Nou, om u de waarheid te zeggen, lieve meneer Vlaanderen, ik zit een beetje in de puree. Oh, dat vind ik heel vervelend voor je, Dolly. Wat kan ik voor je doen? Oh, een heleboel. Ik moet even met je praten, dan kan ik je alles vertellen. Dat is goed, Dolly. Maar waarom kom je niet even hierheen? Nou, nee. Als het hetzelfde is, dan zou ik je toch liever ergens anders ontmoeten. Ergens buiten als het kan, in een park of zo. Oh, nou, wat zou je zeggen van de dierentuin? Hè? Oh, maar dat is een prachtig idee. Precies wat ik bedoel. Binnen 3 kwartier wacht ik bij de hoofdingang. Ik zie je daar dan wel. Nou ja, goed dan. Tot straks, Dolly. Zo.
Je hebt het druk voor morgen, meneer Vlaanderen. Wie is Dolly? Nou, ga in gedachten 7 jaar terug, Ina. Tot de grootste toneelflop van het seizoen. Geen ongeluk zo groot. Een muzikale show door Paul Vlaanderen. Oh. Ja, Dolly Brezer speelde daar de dienstbode in, weet je wel? Ja, ik weet het al. Zo'n klein, grappig, brutaal kind met vuurrode krullen. Was ze destijds ook niet betrokken in een of ander marihuana-schandaaltje? Precies. Ik heb haar toen met Arnold in connectie gebracht. En die heeft de zaak met een lichte straf voor kunnen regelen. Oh. Ja, ze was me hondsdankbaar toen. Ja, maar nou moet ik weg, zeg. Zullen we samen lunchen? Gewone plaats om ongeveer 1:15? Ja, gezellig. En Paul? Ja, mijn kind? Niet te lief met die Dolly Brezer, schat. Ik beloof het je, hoor. Ah, daar hebben we Dolly. Meneer Vlaanderen. Prettig jullie eens te zien. Hoe gaat het ermee? Oh, wat mij betreft best. Oh, je ziet er toch niet de beste uit? Beetje bezorgd, dacht ik zo. Hè? Nou, ja... Kom, laten we gaan zitten. Zo. Nou, vertel op. Wat is er aan de hand? Heb je jezelf in de narigheid gebracht? Nee, dat helemaal niet. Nou, wat dan? Vertel eens, wat doe je tegenwoordig? Waar werk je? Ik ben... Nou ja, ik werk in een nachtclub. Oh, waar? Zo. En je hebt moeilijkheden? Nee. Ik maak me alleen bezorgd. Ik maak me bezorgd over u. Over mij? Ja. Ik heb nooit vergeten wat u destijds voor me gedaan hebt, meneer Vlaanderen. Moet u horen, meneer Vlaanderen. Huh? Ik wil alleen maar dat u niet betrokken wordt in die Zwitserse zaak. Zwitserse zaak? Ja. Je bedoelt mevrouw Melkborn en... Ja. Ja, ga door, Dolly. Ik wil niet dat u of dat aardige vrouwtje van u, die ook zo lief voor me geweest is, iets overkomt. Waarom zou ons iets moeten overkomen? Dat zal zeker gebeuren als u in die Milborn-zaak verstrikt raakt. Ken je mevrouw Milborn dan? Nee, ik heb alleen over haar gehoord. In een roddelpraatje ergens. Ze is bij me thuis geweest vanmorgen om me te spreken. Ja, ja, dat weet ik. Huh? Ze heeft u verteld dat haar man niet dood was en ze vroeg u om haar te helpen. Ja? Doe het niet, meneer Vlaanderen. Doe het niet, het is het niet waard. Ja, het is erg aardig van je, Dolly, om je zo bezorgd te maken over ons. Maar je weet dat mevrouw en ik wel eens meer voor hete vuren hebben gestaan. En we zijn allebei nog in leven om het te kunnen navertellen. Nou. Dus u gaat naar Zwitserland. U gaat die mevrouw Milborn werkelijk helpen. Ik heb nog niets besloten. In ieder geval kan u dan niet zeggen dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zou het mezelf nooit vergeven hebben als ik het niet had gedaan. Ja, je hebt me nog wel gewaarschuwd, Dolly, maar je hebt me nog niet gezegd waarvoor. Ik heb u alleen gezegd dat u voorzichtig moet zijn. Dolly, is Karl Milborn dood? Is hij gedood bij dat auto-ongeluk? Ik weet niets over Karl Milborn. Al wat ik weet is... Wat? Huh? Er is iemand... Iemand die niet wil dat u mevrouw Milborn helpt. Nou, wie is die iemand? Dat weet ik niet. Dat moet je weten. Ik weet het echt niet. En als ik het wist, zou ik het u niet zeggen. En waarom niet? Omdat ik daarmee een verschrikkelijk risico zou lopen. En ik ben te jong om te sterven. Te jong om te sterven? Ja. Onthoud dit, meneer Vlaanderen. Ik ben te jong om te sterven. Er is een meneer Stone van de Pentagon garage. Hij wil u graag even spreken, mevrouw. Ja, ik sta op het punt om uit te gaan. Maar goed, ik ga wel even. Meneer Stone. Goedemorgen, mevrouw. Morgen. Ik ben van de Pentagon garage. Uw man heeft een wagen bij ons gehuurd. Hij heeft me gezegd die bij u voor te rijden. Oh, heerlijk. U komt net op tijd, meneer Stone. Ik wou juist een taxi bellen. Mooi. Nou, dan zie ik u wel beneden, mevrouw. De wagen staat aan de overkant van de straat. Dank u. Kom zo beneden. En dan heeft u hier de sleuteltjes, mevrouw. Mooi. Nou, u zult er geen moeilijkheden mee hebben als u tenminste al eens meer met een dergelijke wagen gereden hebt. Hij schakelt automatisch. Ja, dank u wel, meneer Stone. Ik heb er alles mee gereden. En mocht u ze nodig hebben, alle papieren zitten daar in het gewone hoopje. Oh ja. Kan ik u een lift geven? Welke kant gaat u op? Piccadilly. Nee, mevrouw. Nee, daar heb ik niks aan. Ik moet de richting Kensington op. Dag, mevrouw. Goeiedag dan.
Hallo? Is mevrouw daar, Charlie? Oh, meneer Vlaanderen. Mevrouw rijdt net weg in de wagen. Wat? Wagen? Wat voor een wagen? Nou, die auto van de Pentagon garage. Maar daar ben ik op het ogenblik. Wie heeft die wagen gebracht? Ene meneer Stone. Hij zei dat u die wagen net gehuurd had. Charlie, luister. Ren naar beneden. Haal mevrouw uit die wagen. Maar ze is al weg, meneer. Niet naar beneden. Ren op de hel. Haal haar uit die wagen. Mooie boel hier bij het kruispunt. Je zit hier altijd zo vast als een muur. Dat duurt uren hier. Gisteren heb ik hier 20 minuten gestaan. Zo? Ja, mijn vrachtje heeft toen zijn trein gemist. Wordt er dan niets aan gedaan? Ach, daar zullen wij wel nooit wat van begrijpen, mevrouw. En het wordt met de dag erger. Mevrouw Vlaanderen! Mevrouw Vlaanderen! Stop! Niet rijden! Charlie, wat is er? Meneer! Meneer was aan de telefoon. Ja, stap in dan. We moeten verder. Nee, nee, mevrouw. U moet eruit. Ja, maar ik zit midden in de file. Ik kan er hier niet uit. Om hemels wil, komt u eruit. Meneer was wanhopig. Ja, goed. Al goed. Mevrouw, je houdt het verkeer op. Ja, wat doet u nou? Als u niet direct door hebt, moet het de bekeuren. Voel je al wat beter, Ina? Oh ja, veel beter. Mooi. Denk dat ik maar opsta. Ik wil graag een kop thee. Maar hoef je toch niet voor op te staan? Charlie kan toch wat thee zetten? Hoe is het met Charlie? Oh, best hoor. Ik heb hem salarisverhoging beloofd, dus je begrijpt. Nou, hij verdient het. Als Charlie er niet geweest was, weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Ja, dat weet ik wel. Zeg jij. Is er nog iemand gewond? Paul? Ja, die taxichauffeur die naast je stond. Ach nee toch? Ja. Maar het valt nog wel mee, hoor. Wat schrammen en kneusjes, dat is gelukkig alles. Ben je nog naar die garage geweest? Ja. Ik hoef je niet te zeggen dat ze van het bestaan van ene meneer Stone geen notie hadden. En wat is er vanmorgen gebeurd? Ook een vraag. Wat bedoel je? Nou, met die Dolly Brazen. Waarom moesten ze je zo nodig spreken? Ze gaf me een waarschuwing me niet te bemoeien met die Milbourne-affaire. Ah. Is het dat? Ja. Ja, ik had het je niet willen zeggen, tenminste vandaag nog niet. Ik wou je niet ongerust maken. Ik ben helemaal niet ongerust. Ik wil op de hoogte blijven van de dingen die jou aangaan. Ik hoor erbij, Paul. Goed, kindje. Oh, mag ik binnenkomen, meneer? Je bent binnen, Charlie. Neemt u me niet kwalijk, meneer. Bent u weer wat opgeknapt, mevrouw? Ja, dat gaat wel, Charlie. En voor ik het vergeet... Dank je dat je mijn leven gered hebt. Ja, niks te danken, mevrouw. Voor nou en nog er eens, hè. Oh ja, dat zou ik nog vergeten. Mevrouw Milbourne is aan de telefoon. Ja, hier dan maar, Charlie. Mevrouw Milbourne? Ja, ik heb geprobeerd haar te bellen, maar ze was er niet. Daar heb ik een boodschap achtergelaten dat ze mij moest bellen. Oh, ik sta op, Paul. Kunnen we in de zitkamer thee drinken? Zoals je wilt, vrouwtje. Hallo? Ja, dat klopt, mevrouw. Ik wou iets vragen. Bent u alleen? Ja, ik ben alleen. Hebt u om de een of andere reden iemand verteld dat u van plan was mij over uw moeilijkheden te raadplegen? Ja, mijn broer Morris. Dat weet ik, ja. Maar misschien nog iemand anders? Nee, ik geloof van niet. Of nee, ik ben er wel zeker van. Nee, met niemand. Waarom vraagt u dat? Dank u, mevrouw Milbourne. Het spijt me als ik u lastig viel. Ik bel u nog wel. Hebben wij een afspraak voor vanavond, Ina? Voor de hemelse dank, nee. Waarom? Na diner ga ik even weg. Ik zal ongeveer een uur wegblijven. Hm? Ja, ik wil eens even een praatje maken met Morris Lonsdale. Ik ben blij dat u met mijn zuster gepraat hebt. Maar ik hoop dat u haar niet al te serieus genomen hebt. Ze is altijd nogal overdreven gevoelig, weet ja, u. Ja, afgezien van het feit dat ze misschien wat al te gevoelig is, meneer Lonsdale. Ze is, dunkt mij, toch ook wel zeer intelligent. Ik denk dat we alles wat ze beweert maar niet zo klakkeloos over het hoofd moeten zien. Oh, nee, natuurlijk niet. Dat wil ik ook helemaal niet suggereren. Maar het feit blijft dat ik Karel na het ongeval heb gezien en hem geïdentificeerd heb.
Maar meneer Vlaanderen, u bent een druk bezet man. Ik denk dus wel dat u er een goede reden voor hebt me vanavond te komen opzoeken. Ja, ik wou u wat vragen. Gaat uw gang. Hebt u aan iemand verteld dat uw zuster zich met mij in verbinding zou stellen? Ja, het kan wel zijn dat ik, toen ik het over mijn zuster had, ik er met iemand... Ja, het is mogelijk, ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, toen ik met mijn vrouw gisteravond bij u heb zitten praten, is onderwijl mijn wagen gestolen. De man die de wagen stal, is achter het stuur doodgeschoten. Men had hem voor mij aangezien. Dat is nummer 1. Vanmiddag, tegen lunchtijd, is er een poging gedaan, een vooropgezette poging, om mijn vrouw te vermoorden. En dat is dan nummer 2. Goeie hemel. En u denkt dat die twee... Ik denk dat er iemand is die wel overwogen bezig is te proberen mij te beletten mij met die Milbornzaak te bemoeien. Maar er is toch niemand die zo ver zou willen gaan, tenzij... Ja, wat is er, Green? Ja, het spijt me als ik stuur, meneer, maar ik heb hier een telefonische boodschap voor meneer Vlaanderen. Ja? Er was een meneer Lloyd aan de telefoon, meneer Vlaanderen. Hij moest u direct spreken. Hij is in het Middlesex ziekenhuis. Of u daar maar direct naartoe wilt komen. Inspecteur Lloyd? Dat kan ik u niet met zekerheid zeggen, meneer. Goed, dank u. Ja, je wilt me excuseren, Lanzeer. Natuurlijk. Er is toch niets mis, hoop ik? Toch niets met uw vrouw? Dat hoop ik zeker niet, meneer Lonsdale. Green, laten we ons meneer Vlaanderen even met de wagen naar het ziekenhuis brengen. Goed, meneer. Heel vriendelijk van u. Ja, hier, meneer Vlaanderen. Ik hoorde van uw vrouw waar u was. Wat is er aan de hand, inspecteur? Ongeveer een uur geleden vond een van onze mensen een vrouw, een zekere Dolly Brazer, in een doodlopende steeg vlak bij Kilburn Street. Ze hebben haar lelijk te pakken gehad. Heel lelijk, vrees ik. Wat heeft ze? Nou ja, ze is er slecht aan toe. Ze heeft maar 2 keer een paar woorden gezegd waarbij zij uw naam noemde. Ik zou u willen vragen te proberen nog iets uit haar te krijgen. Wat er gebeurd is en zo. Ja, ik zal zien. Wilt u me dan maar volgen? Hier is meneer Vlaanderen, dokter. Ah, juist. Goedenavond. Goedenavond, dokter. Ik heb haar een injectie gegeven. Ik kan u dus niet meer geven dan een paar minuten. Ja, ik begrijp het. Neemt u dat scherm even weg, zuster. Dolly, ik ben het. Paul Vlaanderen. Ja, ik hoor het. Kom een beetje dichterbij. Zo beter? Ja. Beter. Wie was het, Dolly? Wie was het, Dolly? Ik weet niet wie het deed. Eerlijk, ik weet het niet. Dolly, hoor je me? Je kunt het mij zeggen. Je hoeft je nergens bezorgd over te maken als je het me zegt. Ja, Vlaanderen, ik zal toch wel weer beter worden. Ik zal toch niet... Natuurlijk word je weer beter, Dolly. Bent u daar zeker van? Natuurlijk. Kom, Dolly. Wees er niet om. Je wordt heus weer helemaal beter. Nou? Ik ben te jong om te sterven. Onthoud dat, meneer Vlaanderen. Te jong om te sterven. De Jong om te sterven was de eerste aflevering van Paul Vlaanderen en het Milburn Mysterie, geschreven door Francis Durbridge en vertaald door Johan Bennick. U hoorde Jan van Ees als Paul Vlaanderen, Eva Janssen als Ina en verder de stemmen van Huib Oerizant, Frans Kokshoorn, Fecia Rone, Donald de Marcas, Corrie van der Linden, Jan Verkoren, Piet Ekel, Willy Ruys, Kees van Ooyen en Jos van Turenhout. Technische realisatie Siem Vonk en Henk van der Steeg. De regie had Dick van Putten. Paul Vlaanderen en het Milbourne Mysterie. Een nieuw detectivehoorspel in 6 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick. Regie Dick van Putten.
tweede episode, wat meer over mevrouw Milbourne. Kom, wees nog niet dom, Dolly. Natuurlijk word je weer helemaal beter. Ik ben te jong om te sterven. Onthoud dat goed, meneer Vlaanderen. Te jong om te sterven. Mag je toch niet bezorgd? Je bent hier in goede handen. Je zult je heel gauw veel beter voelen. Als er iets is dat je hebben wilt, laat het dan weten, hè? Ik zal dan zorgen dat je het krijgt. Dank u. En vertel nou eens. Hebben ze je te pakken genomen omdat je mij gewaarschuwd hebt in verband met die Milbourne-zaak? Ja, dat denk ik wel. En wie deden dat? Dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Maar Dolly, je moet toch tenminste een vaag idee hebben wie het was. Luister. Ik vertelde u vanmorgen. U moet zich niet inlaten met die zaak. U moet niet... Ja, het is al goed, Dolly. Het is nu wel tijd, meneer Vlaanderen. Ja. Zuster, het scherm. Wat denkt u ervan, dokter? Ze heeft een lelijke hoofdwond. We kunnen geen enkel risico nemen. Nee, natuurlijk niet. En mochten er zich complicaties voordoen... Ik ben eventueel bereid om... Zo vaart zal het niet lopen, meneer Vlaanderen. In ieder geval, we zullen een extra oogje op haar houden. Dank u bij voorbaat. Dokter. Meneer Vlaanderen. En? Ja, spijt me, maar ik ben niets opgeschoten, inspecteur. Ze heeft niets losgelaten. Maar waar heeft ze u dan voor laten komen? Nou, ze wou me alleen maar even zien, denk ik. Ze moet daar toch een reden voor gehad hebben. Vertel eens, meneer Vlaanderen. In welk opzicht kende u haar? Waar hebt u haar voor het eerst ontmoet? Ze heeft in een stuk van mij gespeeld, nu ongeveer 7 jaar geleden. Het stuk was een flop, maar Dolly en ik zijn altijd goede vrienden gebleven. Oh, juist, ja. Ze is ook een goede vriendin van mijn vrouw, inspecteur. Nou, als u me nodig hebt, u weet waar u me vinden kunt. Hallo, Ina. Hoe is het ermee? Oh, veel beter, Paul. Gelukkig maar. Nog iets geweest? Sir Graham heeft opgebeld. Hij wil graag dat ik morgenochtend even op het bureau bij hem aanloop om een paar foto's te bekijken. Ze zitten nog steeds achter die meneer met die bom aan. Oh ja, en dan heeft hij Morris Lonsdale gebeld. Hij vroeg me of je even terug wou bellen. Heeft hij niet gezegd wat hij wou? Hij was wel erg vriendelijk, maar ik heb er zo'n idee van dat hij voelt dat ik hem niet mag. Ja, hij zal je doorhebben. Ja? Meneer Vlaanderen. Spreekt u mee. Een ogenblikje, meneer. Hier komt meneer Lonsdale voor u. Als je van de duivel spreekt. Meneer Vlaanderen, hier Lonsdale. Ik heb nog eens nagedacht over ons gesprek. En ik herinner me nu dat ik het over u en Margaret gehad heb met een goede kennis van me. Een vriendin. Ik sprak met haar over dat auto-ongeluk. En ik ben er nu vrijwel zeker van dat ik haar bij die gelegenheid verteld heb dat Margaret van plan was u in te schakelen. Juist, ja. Maar daar hoef je niet bezorgd over te maken, meneer Vlaanderen. Die Friede is zo gesloten als een bus. Friede, zegt u? Ja, Friede Sens. U hebt er waarschijnlijk wel eens ontmoet. Nee, ik herinner het me toch niet. Dan moeten we dat alsnog een keer arrangeren. Ze is echt een type voor u en uw vrouw. Ik versier wel eens een etentje met ons vieren. Dat zou heel prettig zijn. Maar mocht u intussen nog een andere naam te binnen schieten in dit verband, bel dan even, wilt u? Doe ik. Dag, meneer Vlaanderen. Goeiedag. Zeg, Ina... Ken jij misschien een juffrouw Frieda Sands? Frieda Sands? Ja. Heeft die niet zo'n soort uitzendbureau voor typistes in Baker Street? Ach ja, natuurlijk. Ik dacht ook al, die naam komt me ergens bekend voor. Wat is daarmee? Nou, ze schijnt een vriendin te zijn van Lonsdale. Huh? Heeft aan haar het een en ander verteld over dat auto-ongeluk. En ook dat zijn zuster van plan was contact met mij op te nemen. En is dat belangrijk? Ja, dat kan het in ieder geval zijn. Het ligt vrijwel voor de hand dat volgens mij dan... dat die twee aanslagen op ons en die ene op Dolly Prezer in verband met elkaar staan. Mm-hmm. Er moet iemand zijn die met alle geweld wil verhinderen... dat ik het onderzoek in die zaak op me neem. En denk jij dan dat die iemand
die Frieda Sands zou kunnen zijn. Hè? Eh? Meneer, daar is mevrouw Milburn weer voor u. Hm? Ze moet u absoluut spreken, zegt ze. Ze lijkt me nogal in de bonen. Zo. Nou ja, laat ze maar binnenkomen, Charlie. Ja, meneer. Ik kan alleen wel even met haar praten, Ina, als jij soms naar bed wilt. Oh nee, ik ben veel te nieuwsgierig. Ik wil weten wat ze van je wil op dit uur vanavond. Goedenavond. Komt u binnen, mevrouw Milburn? Waar? Het spijt me ontzettend dat ik u zo laat nog moet lastigvallen. Maar ik ben zo overstuur. Wat is er gebeurd? Ik ben er nu helemaal van overtuigd dat het mijn man niet is geweest die omkwam met het auto-ongeluk. Er is voor mij nu absoluut geen twijfel meer of mijn man leeft nog. Ik neem aan dat er iets bijzonders gebeurd is na onze laatste ontmoeting. Ja, vanmiddag om 4 uur ongeveer. Ik voelde me niet zo goed, dus dacht ik een paar uur te gaan slapen. Ik doezelde net zo'n beetje weg toen de telefoon ging. Ja? Hallo? Ik zou graag mevrouw Margaret Milburn even willen spreken. Mijn naam is Clayton. Danny Clayton. U spreekt met mevrouw Milburn? Oh, goedemiddag, mevrouw Milburn. U kent me niet, maar ik heb uw man gesproken. Ik wil me niet met uw privézaken bemoeien, maar ik denk zo dat het niet zo kwaad zou zijn als wij eens een praatje maakten samen. Waar hebt u mijn man ontmoet? In Genève. Om precies te zijn, mevrouw, ik ben vanmiddag met een vliegtuig hier aangekomen om u te ontmoeten. Maar wie bent u dan? En wat wilt u? Ik ben Danny Clayton. En voor de rest ben ik 30 jaar oud, geboren in New York, in dienst van Julia Carrington. Julia Carrington? De filmster? Ja, precies. Ik ben om zo te zeggen haar privésecretaris. En zo. Maar waar wilt u mij nu eigenlijk over spreken? Over uw man. Het is heus heel belangrijk. Goed, goed, meneer Clayton. Waar kan ik u ontmoeten? Ik woon in het New Wilton Hotel. Laten we zeggen dat u mij kunt vinden in de bar over... Even kijken, het is nu 5 uur. Over een uur dan. Ik zal er zijn. Daar ben ik zeker van, mevrouw Milburn. Meneer Clayton? Die ben ik. Mevrouw Milburn? Ja? Prettig dat u hebt kunnen komen, mevrouw. Wat wilt u drinken? Een droge sherry graag. Juist. Tony? Ja, meneer. 2 droge sherry's. En zet ze daar op dat tafeltje in de hoek. Ja. Laten we daar gaan zitten, mevrouw. Zo, neemt u plaats. Weet u, het is me buitengewoon vriendelijk van u om zo zonder verder voorafgaande afspraak hier te komen. Ik stel dat zeer op prijs, mevrouw. Meneer Clayton, u zei door de telefoon dat u me wou spreken... Over uw man. Dat is inderdaad zo, mevrouw. Maar laat ik u eerst iets over mezelf vertellen. Ik ben dus in dienst van Julia Carrington. Ik ben haar privésecretaris. Ik ben haar zondebok. Dat wil zeggen dat ik sommiteiten opknap. En dan ben ik ook nog de zogenoemde ja-knikker. We hebben samen heel Europa doorgereisd. Ze heeft me al 5 keer ontslagen. Ze is een dirage. Maar ik geef toe, voor mij een zeer mild dirage. Maar wat heeft dit allemaal met mijn man te maken? Hij kwam bij ons om Julia te spreken, even voor het auto-ongeluk. Dat wil dan zeggen, hij heeft haar niet gesproken, hij sprak met mij. Meneer Clayton, ik wou dat u tot de feiten kwam. Ik hoop alleen, mevrouw, dat hetgeen ik u ga zeggen een niet al te grote schok voor u zal zijn. Meneer Clayton, alstublieft. Wat zou u ervan zeggen als ik u vertelde dat uw man niet dood is? Dan zou ik alleen maar zeggen, bewijs het me. Mevrouw Milburn, ik heb hier een paar foto's bij me in mijn aktentas. Ik zou wel graag willen dat u die eens bekeek. Alsjeblieft. Ja, dat is mijn man. Precies. Maar wanneer zijn die foto's gemaakt? In Sint Moritz, 5 dagen geleden. En ik kan u verzekeren dat ze origineel zijn. De naam van de fotograaf, dat stempel met de datum, staan achterop. Maar wat deed mijn man in Sint Moritz? En als hij niet was omgekomen bij dat auto-ongeluk, waarom... Een ogenblik. Alsjeblieft. 2 droge sherry, meneer. Dank je, Tony. Ik zal het even aftekenen. Geef me hier. Graag. Zo, alsjeblieft. Dank u. Ik
vraag u nogmaals, meneer Clayton. Wat voerde mijn man uit in Sint Moritz? En als hij niet gedood werd, waarom liet hij mij dan in de waan dat het wel zo was? Mevrouw, ik kan u antwoord geven op alle vragen over uw man. Maar ik moet het eerst even met u over iets anders hebben. Er is een bepaald project, een zeker plan, wat ik in optie krijg. De details zullen u niet interesseren, maar voor dat project heb ik 5000 pond nodig. Om het dus maar eens grof te zeggen, u wilt dat ik u... Waarom grof, mevrouw? Ik ben in bezit van bepaalde inlichting over uw man. Om er iets te noemen, ik weet waar hij op het ogenblik is. En in ruil voor die inlichting vraag ik 5000 pond. En wanneer wou u dat geld hebben? Morgen. En ik stel u voor dit geld morgen te brengen op het adres dat ik hier op dit stukje papier geschreven heb. Three Star Hotel, Bray on Thames, bij Maidenhead. Precies. Ik zie u daar dus morgenochtend, mevrouw, om 23:30. Afgesproken. Nou? Goed. Ik zal er zijn. En voor ons beider best wil, mevrouw, u brengt niemand mee. Ik zal daar zijn en u. En 5000 pond. Three Star Hotel, Bray on Thames, bij Maidenhead. En hebt u beloofd hem daar morgenochtend te ontmoeten? Ja, om 23:30 ongeveer. Yes. 5000 pond is een heleboel geld, mevrouw Milburn. Over dat geld maak ik me geen zorgen, mevrouw Vlaanderen. Het gaat er alleen om... Ik vraag me alleen maar af of hij de waarheid gesproken heeft. Mm-hmm. Ik wil hem geloven, omdat, zoals u weet... Ik inderdaad geloof dat mijn man nog in leven is. Ja, en vertelt u mij eens iets over die foto's, mevrouw. Hij heeft me gezegd dat hij me ze morgen zou geven. En denkt u dat ze echt zijn? Waren ze van uw man? Oh ja, er is geen twijfel mogelijk. Het was Karl. Zo. Nou, mevrouw, die zaak kan heus wel behandeld worden... zonder die meneer 5000 pond in zijn vingers te stoppen. Ja, maar hoe? Ik ga zelf naar Maidenhead morgen. Ik ga eens een praatje maken met die meneer Clayton. Ik heb er zo'n vaag vermoeden van dat hij geen afperser is. Niet van professie, bedoel ik. Zoals ik het zie, geloof ik dat hij wil breken met die Judy Carrington... en dik geld nodig heeft. En gelooft u dat hij loog wat Karl betreft? Daar ben ik niet helemaal zeker van, nee. Vertel eens, mevrouw, hebt u wel eens gehoord van een juffrouw Dolly Brazel? Nee, nooit. Zegt de naam Frida Sands iets? Ja, zeker. Dat is een goede vriendin van mijn broer. Kende uw man haar ook? Oh ja, heel goed zelfs. Zij zorgde altijd voor typistes als hij die nodig had. Is zij ook een vriendin van u? Nee, dat niet. Maar we hebben elkaar wel ontmoet natuurlijk. Ik zou zeggen dat de vrienden van Frida meestal mannen zijn. En dan vooral mannen waar ze zakelijk iets in ziet. Maar waarom vraagt u mij dat? Omdat uw broer haar verteld heeft dat u mij heeft ingeschakeld. Ze kan het natuurlijk weer aan iemand anders hebben doorverteld. Ja? En? Iemand heeft geprobeerd mijn man te vermoorden, mevrouw Milburn. Mijn man en ook mij. Dat geloof ik niet. Dat spijt me dan, want het is inderdaad zo. En u denkt dat dit gebeurd is omdat ik mij met u in verbinding heb gesteld? Ja. Vertelt u mij eens, mevrouw Milburn, waarom mag u die Frida Sands niet? Dat heb ik niet gezegd. Maar het is zo, of niet soms. Als u het dan weten wilt, ik vertrouw haar niet. En wel wat betreft mijn man. Tara lachte er wel eens om als ik het met hem daarover had. Maar ja, een vrouw heeft nou eenmaal een zekere intuïtie in zulke gevallen. Ah, de intuïtie, Ina. Dan zou het dus mogelijk zijn dat die Frida iets kan weten over die geschiedenis met uw man? Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Maar hoe dan ook, u blijft me helpen, nietwaar, meneer Vlaanderen? Voorlopig, voor zover meneer Clayton, nou, we hebben het ook ineens, ja, mevrouw. Ik wil u wel even op zodra we van meer naar haar terug zijn. Ik dank u. Ik dank u wel. Ik laat u wel even uit. U bent allebei erg lief voor me. Ik ben u daar heel dankbaar voor. Gelooft u mij? Mevrouw. Wie bel je daarop, hoor? Ik wil eens proberen die Vince Langham te pakken te krijgen. Die filmregisseur? Ja. Wat moet je van hem? Hij heeft dus geprobeerd om Julia Carrington tot een comeback over te halen. Mm-hmm. Als hij haar gesproken heeft, dan is het wel 10-1 dat hij... Dat hij Danny Clayton ontmoet heeft. Precies, ja.
Ja, hallo. Met Mayfair, 3925. Ja, zou ik meneer Langham even kunnen spreken, mevrouw? Het spijt me, maar die is er op het ogenblik niet. Spreek ik met mevrouw Langham? Ja. Oh, met Paul Vlaanderen. Och, meneer Vlaanderen. Ja. Hoe gaat het met u? Oh, prima, dank u. Is Vince in Hollywood? Nee, hij is op het ogenblik hier. Bezig met binnenopname in de Rainbow Club. Maar hij blijft er wel de hele nacht als u hem nodig mocht hebben. De Rainbow Club? Ja, vlak bij Leicester Square. Hé, dat lijkt me nou helemaal niks voor Vince, hè? Waar is hij mee bezig op het moment? Met een musical. Oh. Dat doet hij om zijn zonden op de proef te stellen, zegt hij. Stopopname. Stopopname. Ja, dat ging goed. 20 minuten voor de koffie en daarna nemen we de waterval in. 20 minuten pauze. Iedereen over 20 minuten terug in de set. Ja. Heb je een minuutje voor me, Vince? Nee, maar Paul Vlaanderen. Wat voer jij hier uit? Ik kom maar even oproepen. Ik wil je wat vragen. Leuk je weer eens te zien. George, koffie. Mam, lief, je hebt een hele kermis hier. Hoe lang ben je al bezig met dit epos? 4 maanden. Oh. Vanavond de laatste binnenopname. En precies op tijd. Daar zitten, Paul. Hoe is het met je? Goed. En hoe gaat het met het aardige vrouwtje van je? Alles best, dank je. Mooi zo. Zal ik wel je wat vragen, Vince? Als ik goed ben ingelicht, dan ben je onlangs in Zwitserland geweest om Julia Carrington op te snorren. Klopt. Ik had een fantastische job voor haar. Ah. Ja, tot mijn sof kreeg ik alleen te maken met die secretaris van haar. Die kleine rat adviseerde haar om er niet op in te gaan. Ja, met die rat bedoel je Danny Clayton? Net zo je zegt. Dat is dan een man waar ik het met je over hebben wou. Zeg, is die alleen haar secretaris of... Nou, voor zover ik er het wijs kan worden is hij van alles. Hij denkt zelfs verder. Ach man, ik had een juweel van een rol verder. Een stuk? Nee, een boek. Te jong om te sterven. Wat? Te jong om te sterven? Ja. En... Nooit van gehoord. Het is ook nog niet uit. Het verschijnt de volgende maand. Wie heeft het geschreven? Ja. Hoe heet die knap? Randolph. Richard Randolph heet hij, geloof ik. Ja, ik heb hem zelf trouwens nooit ontmoet. En het verschijnt de volgende maand, zeg je? Dat geloof ik tenminste. Bij wie? Ah, hoor eens even. Nou vraag je me wat. Namen onthoud ik nooit. Vooral niet van uitgevers. Ik had de kopie in mijn handen gekregen door een vriendin van me... die in de gelegenheid was geweest om het in te kijken. En ze was er direct van overtuigd dat het was opgelegd voor Julia Carrington. En ik verzeker je dat ze raak was. Wie is die vriendin van je? Frieda Sands. Ze heeft een type-inrichting. En daardoor was ze in de gelegenheid om de story te lezen. Ah, dus als ik het goed begrijp... heb jij het manuscript in kunnen zien voor de uitgevers? Ja. Oh ja, ik weet wel dat het niet fatsoenlijk is volgens jouw begrippen. Maar ik kan je zeggen dat de grootste filmsuccessen zo tot stand zijn gekomen. En heb je nog altijd een optie op dat boek? Ja, in zekere zin wel. Maar vertel eens... Waarom ben jij zo geïnteresseerd in die Danny Clayton? Nou, ik had het plan om die Julia Carrington op te zoeken... en ik was alleen benieuwd met wie ik te maken zou krijgen. Moet je er iets verkopen? Ja, misschien. Nou, zet je dan maar schrap. Dan krijg je direct met die meneer Clayton te maken. Kleine rat. Hoorde ik je aan de telefoon voor we weggingen? Ja. Ik probeerde die Frida Sands te pakken te krijgen... maar ze is een paar weken weg met vakantie. Waarheen, weet je dat toch? Nee, ik sprak met de huishoudster, maar die wou me niet zeggen. Hoe laat moeten we daar zijn in Maidenhead? 11:30 ongeveer. Oh ja, dat is ook haast vergeten, zeg. Hoe ben je gevaren op Scotland Yard? Nou, Paul, ik vrees dat ik niet ver gekomen ben. Met ze al die foto's hele pakken. Je duizelt ervan. Ja. Master Crane was erg aardig en behulpzaam, zoals altijd. En was er geen enkele bij die je herinnerde aan de man die je de auto gewacht heeft? Nou, ik zal je zeggen, er waren 2 foto's die allebei wel leken op die meneer Stone. Maar de een zit in de Pentonville gevangenis en de ander zit de bron in Wandsworth. Die konden er dus geen van beiden zijn. Zou Paul erbij van plan tegen die Clayton te zeggen? Nou, als hij bij zijn chantage blijft, geloof ik niet dat ik veel moeite zal hebben om in een hoek te drijven. Je bedoelt om hem te laten vertellen wat hij weet over Karl Milburn? Als hij inderdaad iets weet, ja. Maar als hij nou werkelijk een misdadiger is, van professie,
Nou, dan ga ik doen alsof ik onder één hoekje met hem wil spelen. En dat ik opkom voor mevrouw Milborn. Maar dat ik bereid ben om met hem samen te doen. Aha. Op die manier kan hij me misschien wat meer vertellen. Ja, maar stel dat hij meteen geld wil zien. Ach, maak je toch niet bezorgd, kindje. Dan bedenk ik wel wat. Zeg, wat staat er op dat bord? Bray on Thames. Ja, hier linksaf, Paul. Goed zo. Oh, we zijn mooi op tijd. Goedemorgen. Met u de eigenaar? Jawel, meneer. Gett is mijn naam. Wat kan ik voor u doen? Ik ben op zoek naar een meneer Clayton. Ik geloof dat hij hier logeert. Hè? Nee, hij was van plan hier te komen logeren. Hij had wel gereserveerd, maar ik kwam hier vanmorgen binnenvallen om het af te zeggen. Oh. Bent u misschien meneer Vlaanderen? Die ben ik, ja. Mooi. Meneer Clayton zei dat u zou komen en heeft een briefje voor u achtergelaten. Ja, hier alsjeblieft, juist. Dank u. Ja, mogen we even in de serre gaan zitten? Tuurlijk, meneer. Doe maar net of u thuis bent, hoor. Gaat u binnen, mevrouw. Dank u. Paul, hoe kon die Clayton weten dat wij hier naar binnen zouden gaan? Ja, een ogenblikje, Ina. Beste meneer Vlaanderen, indien u geïnteresseerd bent naar wat er met Carl Milborn aan de hand is, zou ik u willen voorstellen me op te zoeken in Peter's Folly. Dat is een woonboot bij de Saltersbocht. Ik weiger met u in contact te komen wanneer u in gezelschap bent van wie dan ook. Danny Clayton. Ja, de woorden wie dan ook zijn dik onderstreept. Saltersbocht, dat is hier geloof ik dichtbij. Luister, Ina, jij blijft hier tot de lunch. Als ik dan nog niet terug ben, laten we zeggen over... Maar er is helemaal geen reden voor mij om hier te blijven, ja, Paul. Maar, nee, ik ga liever met je mee. Nee, het is beter dat je hier blijft, Ina. Als ik om 1 uur niet terug ben, dan bel je inspecteur Jenkins. Dat is de chef van de politiepost hier. Mm. Vertel hem dan wat je nu weet over Danny Clayton en de woonboot. Nou, als je dat wilt... Ja, maak je nou toch niet bezorgd, weet je. Misschien ben ik binnen een uur al terug. Pardon, meneer. Mag ik vragen? Blijft u lunchen? Graag, ja. Vertel eens, meneer Geit. Kent u hier in de buurt ergens een woonboot? Peter's Folly heet die? Ja, zeker, meneer. Die is het eigendom van meneer Fletcher. Peter Fletcher. Peter Fletcher? Ja, een kunstschilder. Maakt hele mooie dingen, naar ik wel eens hoor. Woont hij daar op die boot? Zo nu en dan. Maar hij heeft geloof ik ook een flat in Londen. De boot ligt in Saltersbocht, 1 kilometer of 3, 4 hier vandaan. Ja, hoe kom ik daar? Nou, u volgt 2 kilometer ongeveer hier de hoofdweg. Hè? Ja. En dan komt u in een brede zijlaan, Bedfordlaan. Als u die even op bent, dan zie je de rivier liggen. En dat is de Saltersbocht. Zo, mooi. Nou, dank u wel. Wilt u mijn vrouw een drankje brengen? Wat wil je hebben, Ina? Geef maar een gin met tonic. Goed, mevrouw. Dus je weet het, kindje. Binnen 1 uur ben ik weer terug. Mm-hmm. Misschien eerder, als hij zijn mond voorbij praat. Gin tonic. Lekker koud, mevrouw. Dank u. U bent ook zo'n beetje baarman hier vanmorgen, niet? Ja, mevrouw. Ik ben baas hier, baarman, kok. En ik doe ook nog de receptie. Ja, mevrouw. We hebben zoals iedereen tegenwoordig onze personeelsmoeilijkheden. Ja. Maar mevrouw staat ook in de keuken. En die wil ik voor de beste chef-kok niet ruilen. Zo? Dus ik garandeer u een beste lunch. Excuseert u mijn ogenblik. Ja, ik ben hier ook nog telefoonjuffrouw. Ja. Huh? Nee, net weg. Nou, een paar minuten geleden. Ja, die is er wel. Ja, wacht even. Telefoon voor u, mevrouw. Voor mij? Ja, het was voor meneer Vlaanderen. Maar toen ik zei dat hij er niet was, werd aan u gevraagd. Wie was het? Weet u dat ook? Nee, er werd geen naam genoemd. Goed, dan kom ik wel even. Hallo? Mevrouw Vlaanderen? Ja? Luister goed, mevrouw. Dit is dringend. Is uw man naar die woonboot gegaan? Ja, hij is net weg. Ga hem dan direct achterna. Hou hem tegen. Zeg hem dat hij dat boek niet moet opnemen. Het boek niet opnemen? Hallo? Hallo? Moeilijkheden, mevrouw? Ja, een dringende boodschap voor mijn man. Ik moet direct een taxi hebben. Nou, dat zal moeilijk gaan. Er is hier een mijlendom dat ik geen taxi te vinden. Hebt u een wagen? Jawel, maar ik kan hier moeilijk weg, hè? Niet zonder... Nou ja, is het werkelijk dringend? Ontzettend, ja. Ik moet mijn man ergens voor hebben. Nou goed, dan neem ik de wagen wel even. De garage ligt hierachter. We zijn nog vlugger als we hier langs gaan. Komt u maar.
Ogenblikje, meneer. Waar moet u heen? Ja, wat is er, agent? Moeilijkheden? Ik zou het wel prettig vinden als u me maar even wilt antwoorden op mijn vraag. Goed dan, ik ben op zoek naar een woonboot, de Peter's Folly. Die moet hier ergens in de buurt liggen. Zo, ja. Yeah. Mag ik uw naam even hebben? Waarom mijn naam? Ik reed toch helemaal niet hard? Opdracht van de inspecteur, meneer. Inspecteur Jenkins? Ja, meneer. Kent u hem? Jawel, mijn naam is Vlaanderen, Paul Vlaanderen. Oh, ja. Yeah. Als u even wacht, dan haal ik de inspecteur wel. Hé, hey, er komt nog een auto. Ja, die stop ik wel even. Paul, gelukkig dat ik je nog... Nou, ik had je zo gevraagd in het hotel te blijven. Dank u wel, meneer Gadd. Graag gedaan, mevrouw. Nou, wat is er aan de hand, Ina? Er was een man aan de telefoon. Hij moest jou hebben. Hij vroeg me of je op weg was in de woonboot. En toen ik hem zei dat je daar net naartoe was, zei hij dringend... Zeg hem dat hij dat boek niet moet oppakken. Het boek niet oppakken? Ja. Is dat alles? Ja. En wie was dat? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft me zijn naam niet genoemd en ik kon het hem niet vragen. Maar, Paul, wat is er hier allemaal aan de hand? Politiecontrole of zo. Ja, er staat een ambulance. En kijk eens, er wordt iemand op een draagbaar ingedragen. Zou dat Clayton zijn? Ik weet het niet, Ina. Oh, daar hebben we de inspecteur. Morgen, meneer Vlaanderen. Is me dat een verrassing? Morgen, inspecteur. Ina, dit is inspecteur Jenkins. Inspecteur. Mevrouw, u bent een beetje uit de buurt, hè, meneer Vlaanderen? Ik dacht zo dat u in Londen thuis hoorde. Westend? Jawel, nee? Jawel, maar ik ben hier op zoek naar een woonboot, de Peter's Folly. Oh, is het dat? Nou, ik kom daar net vandaan. Wat moest u doen op die boot? Ik had daar een afspraak met iemand. Wat is er gebeurd, inspecteur? Een ongeluk? Als u het zo noemen wilt, mevrouw, er is daar iemand vermoord. Vermoord? Ja, mevrouw Vlaanderen. In een Peter Fletcher, een kunstschilder. Hij was de eigenaar van die boot. Had u met hem die afspraak? Wat is er precies gebeurd? Hij is doodgestoken. Iemand is blijkbaar achter hem geslopen. Hij was net binnen en, nou ja. Maar waarom wou u op bezoek bij Fletcher? Was hij een vriend van u? Nee, ik wou alleen zijn werk eens bekijken. Ik was toch in de buurt. Nou, dat kan altijd nog. Er hangen hopen schilderijen en zo van hem. Kan ik binnen even een kijkje nemen? Nou, nee, liever niet. Ik verwacht ieder ogenblik iemand van de afdeling vingerafdrukken. Oh, inspecteur, wat dat betreft kunt u me wel vertrouwen. Ik kom nergens aan. Alleen uit beroepsbelangstelling... Gaat uw gang dan maar eventjes, meneer Vlaanderen. Dank u. Wacht jij maar hier, Ina. Ik ben zo terug. Zo, daar gaat de ambulance. Ja. U zei dat Fletcher doodgestoken werd? Ja. Hebt u het wapen gevonden? Nee, dat ligt waarschijnlijk wel op de bodem van de rivier. Wie heeft het lichaam ontdekt? Een vrouw van die andere woonboot, daar. Mevrouw Harrison. Ze hoorde iemand gillen en is toen gaan kijken. Wanneer was dat ongeveer? Dat moet zowat een uur geleden gebeurd zijn. En heeft ze niemand gezien? Nee, jammer genoeg niet. Zo. Hier zijn we er dan. Peter's Folly. Voorzichtig, die plank ligt niet al te vast. Ik moet zeggen dat ik niet bepaald een hoge dunk heb gekregen van die inspecteur. Oh, hij is een beste kerel. Een beetje zuurpruim, dat is alles. Maar om dan verder te gaan, het eerste wat ik zag was dat boek. Ja. Het lag op de grond bij een kamerscherm. En toen ik de titel zag... Toen wist ik niet wat ik las. Te jong om te sterven door Richard Randolph, uitgegeven door Milburn & Co. Milburn? Ja. Maar ik dacht toch dat het boek nog niet uit was. Nee, dat is het ook niet. Het is kennelijk een recensie-exemplaar dat bij uitzondering voor de verschijning wordt vrijgegeven. Die man die jou opbelde was blijkbaar op de hoogte van wat er zou gebeuren op die boot. Ja, en dat moet een vriend van je geweest zijn. Daar is geen twijfel aan. In ieder geval een goede kennis. Als ik dat boek had gezien, dan zou ik het natuurlijk ook direct opgenomen en ingekeken hebben. En dan was ik eraan gegaan. Nee. Ja, die val was voor mij opgezet. Maar Fletcher was er eerder dan ik en is daar de dupe van geworden. Jij hebt er geen idee van wie dat was aan de telefoon? Geen notie. Maar wel toen ik die stem hoorde, dacht ik direct, die stem komt me bekend voor. Van kort geleden nog? Nee, dat geloof ik niet. Nou, denk er nog maar eens over na, Ina. Misschien schiet het je nog te binnen. Maar waar gaan we nou naartoe, Paul? Terug naar de stad? Nee, natuurlijk niet. We gaan eerst lunchen. Die man is zo aardig voor ons geweest, die kunnen we niet met zijn lunch laten zitten. Ik heb anders niet veel druk op het ogenblik. Nee, dat zal wel niet, maar ik moet toch even met die meneer Gap praten. En, was het naar genoegen, meneer? Uitstekend, meneer Gap.
Gaat u even zitten. Dank u. Ik wil u nog wel bedanken dat u mijn vrouw zo geholpen hebt. Ik had er geen idee van dat er dat allemaal stond te gebeuren... toen die meneer Kleting me zei dat u hier zou komen. Tja. Het zal u misschien wat vreemd in de oren klinken, meneer Geert. Als ik u vertel dat mijn vrouw nog ik die meneer Kleting ooit ontmoet hebben... zou u me kunnen vertellen hoe hij er ongeveer uitziet? Hebt u hem nooit ontmoet? Nee. Nou, ik schat hem een jaar of 40. Gezet postuur, vrij lang. Donker uiterlijk, zou ik zeggen. Ja, had nogal een vreemd accent. Hoewel, dat kwam er wat gemaakt voor. Had u hem ooit eerder gezien? Nee, belde gisteren op, bestelde een kamer. En vanmorgen vroeg stopte een wagen voor de deur met een Amerikaans nummer. En daar kwam die meneer Kleten eruit. Hij zei dat hem speet dat hij die kamer moest afzeggen. En hij vroeg me toen of ik als ene meneer Vlaanderen later op de dag naar hem zou vragen... of ik die dan een briefje van hem wilde afgeven. En was dat alles? Ja, hij wou de kamer nog betalen, maar ja, dat wil ik natuurlijk niet hebben. Zou u zeggen dat hij een beschaafd iemand was? Beschaafd? Mijn hemel. Nee, verre van dat, mevrouw. Dan lijkt hij toch niet de man te zijn die met mevrouw Milburn gesproken heeft? Nee, Ina, dat schijnt inderdaad niet zo te zijn. Wat dat toch met jou is, Paul? Wat? Jij vergeet nu altijd de huissleutel. En jij dan? Er is geen enkele reden voor mij om een huissleutel mee te nemen als jij bij me bent. Nou ja, ik heb hem in ieder geval niet bij me. Kom, Charlie, waar blijf je? Oh, die heeft zeker een snipperdag genomen. Oh, bent u het? Ja, wie dacht jij dan? De man van de voetbalpools? Nee, zo'n geluk is voor mij nooit weggelegd. Alles in orde, Charlie? Ja, mevrouw. Geeft u mij uw mantel maar. Mooi, dankjewel. Oh ja, meneer, er zit iemand op u te wachten in de zitkamer. Hij zit er al een half uur ongeveer. Hij wil absoluut wachten. Ik kon hem niet wegkrijgen. Wie is het, Charlie? Hij lijkt me een Amerikaan, meneer. Een zekere meneer Kleten. Wat meer over mevrouw Milburn was de tweede aflevering van Paul Vlaanderen en het Milburn Mysterie. Een detective-serie in 6 afleveringen, geschreven door Francis Durbridge en vertaald door Johan Bennick. U hoorde Jan van Ees als Paul Vlaanderen, Eva Janssen als Ina zijn vrouw en Fecia Rone als mevrouw Milburn. Verder Donald de Marcas, Frans Kokshoorn, Huip Oerizant, Corrie van der Linden, Willy Ruys, Jan Borkus, Rob Gerards, Hans Vierman, Tony Fuletta, Dorgi Rugani en Jos van Turenhout. Technische realisatie Siem Vonk en Henk van der Steeg. De regie had Dick van Putten.